Vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam is dit de voorjaarszomercollectie van Frans Molenaar. Nog steeds gezellig in het Amstel, hè? Ja. Ja. Dit is ook toch echt altijd uw thuisbasis? Nou, ik weet het niet of we hier wel blijven. Ze doen zo moeilijk nu op zondag toon. Het restaurant is dicht en daar was een IT kon nog niet terecht. En, dus ze moeten wel een beetje vriendelijk blijven, want het is wel prettig. Aanwezig, waaronder mevrouw Kroes. Nee, die Kroes, ja, die ken ik al heel lang, is ook al heel lang klant bij me. Maar die heeft een hele drukke baan in Brussel. Dus ze kan bijna nooit komen. Maar nu ik op zondag toon, dan zei ze, oh, verrukkelijk. Want dan ben ik altijd in Wassenaar in het weekend. En nu kom ik wel. En ze heeft meteen een paar hele mooie dingen gekocht. U doet ook veel eigenlijk voor het goede doel, hè? Waaronder de stichting Pink Ribbon. Ja, ook. En voor de biogala wat binnenkort weer aankomt. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin en goed. Dus dan moet je andere mensen ook een beetje kunnen helpen. Wat weet je wat meestal gebeurt bij mij? Elke keer als ik een modeshow verlaat, krijg ik zo'n goodiebag. Maar er zitten altijd haarverzorgingsmiddelen en shampoos in. Ik heb er niks aan. Maar goed, de show op zich, mooi. Ik was heel blij dat hij eindelijk eens een keertje van de knotjes afging en wat meer los haar had. Waardoor wat wind door het haar gaat, waardoor het wat meer zomer uitstraalt. Ja, Frans is Frans. Het is een eigen signatuur. En wat voor cijfer zou je willen geven? 7. Ja, ja. Er zaten goede bruikbare dingen bij. Kijk, laten we eerlijk zijn, de couturiers in Nederland zijn niet zo machtig dat ze gewoon maar een collectie kunnen maken die iedereen te bezopen en te apart vindt. Ze moeten gewoon verkopen. Dus je ziet ook wel dat hij ontwerpt met een dikke knipoog naar bepaalde klanten. Ik weet precies wie wat koopt. Wat vond je van het gebruik van de materialen? Mooi, heel mooi. Ik vond het goud ook wel weer spannend. Weet je, natuurlijk hartstikke gek. Ik zag dit keer geen bont. Dat is op zich ook wel heel erg goed. Dat zal hem populair maken. En ja, en die zwarte jurken met die grote gekleurde ballen erop, dat vind ik gewoon leuk.